Elshout wordt beschouwd als een van de oudste parochies en behoort bij het land van Heusden. Na de Elisabethvloed van 1421 is de zeedijk aangelegd om het land te beschermen tegen het Maaswater. De wielen langs deze dijk getuigen nog van de vele overstromingen die hebben plaatsgevonden. In 1817 kreeg Elshout een gemeentewapen. Ook werd in dat jaar de toenmalige schuurkerk verwoest door een storm. In 1878 is de nieuwe kerk in gebruik genomen. Jaarlijks komen er nog grote aantallen bedevaartgangers naar Elshout. Want wie kent niet het verhaal van de wonderbare moeder Maria en de kapel aan de Gorse Weide? Tot 1935 was Elshout samen met Oud-Heusden een zelfstandige gemeente. Daarna maakte het deel uit van de gemeente Drunen. En in 1997 is het samengevoegd met Vlijmen en Heusden tot de nieuwe fusiegemeente Heusden. Veeteelt, land- en tuinbouw vormden het belangrijkste deel van bestaan. Bekende inwoners zijn de beeldhouwer Hendrik van de Geld, waarvan nog enkele beelden te zien zijn in de kerk, en bisschop Tini Muscus. De L-vormige boerderij in de gekroonde hoed is geclasseerd als rijksmonument. Elshout kent ruim 1500 inwoners. In Elshout waren verschillende winkels, maar Leo van der Zanden was de slager van Elshout. En toen Leo op jonge leeftijd stierf en de opvolgers niet groot genoeg waren, werd de slagerij verkocht aan Chris van der Velde. En Chris van der Velde die begon er een slagerij, maar ging naar de fabriek. In een bos, en daar ging hij werken. En Elshout had geen slager meer. Mijn man verkocht wel boutjes aan huis en had ook een eigen werkplaatsje, maar geen diploma. En toen is mijn man gaan leren voor het slagervakdiploma, maar die had een goede baan in Druten als chef van de runderslachterij. En hij heeft zijn diploma gehaald, zei het met veel moeite, maar hij was heel gelukkig en toen zei hij, nou wil ik een winkel. En toen ben ik de winkel begonnen op mijn naam en mijn man hield zijn baan. Toen door verkoop van het slachthuis, de runderslachterij, afgestoten werd, kwam mijn man zonder werk en kon geen passend werk vinden. Wij hadden 8 jaar hadden wij ons winkeltje in Elshout en toen moesten we de zaak sluiten. Maar we hebben 8 jaar heel plezierig gewerkt en heel veel leuke klanten gehad. We hadden een klant die zondags voorbij reed en zag dat we buiten zagen en doorreed. En dan belden wij die man op en dan kwam hij en dan zeiden we, wat moet je? Ja, wij willen eigenlijk barbecuen. En dan zeiden we, dan kom maar langs. En later vertelde hij dat je dat miste. De winkel was weg en de gezelligheid van de kleine winkel was weg. Dat alles kon, dat tegenwoordig niet meer kan. En zo had ik ook Frans Spierings. Die werd 65 toen wij winkel begonnen. En Frans kwam bijna dagelijks altijd vrolijk binnen. En met Frans heb ik nog een goed contact. En ieder jaar als ik jarig ben, belt Frans op. Hij is dikwijls de eerste die me feliciteert. En Frans kwam binnen, had altijd iets vrolijks. En dan gaf hij een briefje van 100. En dan zei Frans, voel even of het al droog is, want ik heb het net gemaakt. Wij zijn begonnen in 1980 met een slagerij. In het pand van Driestouws woonden wij en die had een grote garage. En achterin had mijn man een werkplaats en daar hebben we een winkel van gemaakt. Mijn man had na veel zwoegen en leren het slagervakdiploma gehaald naast zijn werk. En hij zei, nou wil ik een winkel. Ik heb de winkel op mijn naam gehad en gedreven omdat mijn man een goede baan had als afdelingschef van de runderslachterij bij Hendricks in Druten. Mijn man kreeg zijn ontslag toen de slagerij verkocht werd
en de runderslachterij afgestoten en voorbleven staan aan varkenslachterij. Elshout had geen slager, ja, daar kan ik eerst moet zeggen. Nee. Elshout had geen slager, want de kort, Leo van der Zanden was de slager van Elshout. En toen Leo van der Zanden stierf, heeft Christ van der Velde de slagerij gekocht. En is naar de rand gaan werken in een bos bij een slachterij. Nou, Christje van der Velde, die is heeft de zaak overgenomen van Leo van der Zanden. Die is op jonge leeftijd gestorven, die man. En Christje heeft dit een enkel jaar gedaan, ja, of 8 of 10, dat weet ik niet precies. En toen is Christje gaan werken in een bos bij Dijnsebeek. En daar begon de slager mee in Elshout. Nou, toen zat ik bij Hendricks als chef van de slachterij en daar heb ik mijn vakdiploma gehaald. En toen zijn wij de winkel begonnen op de Heusweg in Elshout. En daar hebben we dus, achterom was hij dus, aan, dus de winkel in de garage. En daar heb ik een werkplaats gemaakt. En van de werkplaats heb ik toen winkel gemaakt en een andere werkplaats achter in de garage gemaakt. En toen zijn wij daar gestart en daar hebben we, hoe lang? 8, 9 jaar gezeten. Maar ja, toen kregen we een concurrentie bij, want toen begon Jan de Wit, begon ook een winkel. Dus dan maar in één keer, want twee slagers in Elshout. En er was de kost niet meer te verdienen. Toen kom ik zo'n werk. En dat was een probleem, want er moest er iets gebeuren. En toen zijn wij gaan kijken naar een andere zaak. Ja, en dan doen wij wat bestellingen rondbrengen. We brachten, net als bij mensen die slechte been waren of iets hadden, dan brachten wij het altijd thuis. En toen deden we ook mee met de radiopiraat, dat was Jan Proeven dan. En dan, daar gaat er wel eens een meter worstwerk of iets dergelijks, voor een raadsel. En zodoende kreeg ik ook bij klanten in Heusden en Oud-Heusden. Nou, toen bracht ik een keer bestelling weg. En ik kom aan de Rooi Poort daar aan. En het hij werd gevroren en het ging over van afval tot klinkers. En ik maak een slip en ik laat mijn kop in de sloot mee op mijn handel. Nou, uitgeklopen. Nou, toen was de kastelein bij ons in de straat. Ja, maar als die liggen, ja, mij niet met een auto. En die had geroepen en gedaan. Ja, dan gaf geen antwoord meer. En ik kom naar huis rijden. En toen stond ik aan de straat te wachten. Op onze Piet, want ja, gebeld. En die mensen liepen toch een deugd op me, want die was zo verschrokken. Die dacht dat ik in die sloot zat, maar toen stond ik aan de straat. En zo hebben we die verhuisjes allemaal. En dat gebeurt dan in zijn dorp. Ja, en we hadden Frans Spierings, dat was mijn eerste klant. Die ging net met pensioen en dat was een trouwe klant. En Frans was altijd vrolijk. En toen kwam je binnen en had je 100 gulden. En dan zit je aan, voelen zodat je al droog is, want ik heb net gemokt. Met dingen zijn wij ook veel plezier gehad, dikwijls. Of dan met de kapellenfestijn in het Prachthuis, een trap tegenwoordig, maar dat was toen vroeger het Prachthuis. Nou, dan kwamen de verschillende kapellen en dan deden wij een vijfkantspit braaien. Nou, en dat verkochten we niet in de avond, ze nemen heel vijfkantspit. Ja, dat was leuk, een handel en dat was gezellig. Dat was gezellig. En dat ging altijd niet over de guldenswinst, maar dat was gewoon leuk, klaar af. Nou, dus, zeker, men zit er een kapel bij. En die komt naar buiten en moest ook een broodje zus en een broodje zo. En zegt, doe jij dat overal? Zegt dat nu mij overal. En ik zeg, hier een zak. Ik zeg, daar staat adres en telefoonnummer op en gebeld maar geen mijn nodig hebt. Maar ik hoor daar nooit niks van. Maar er ging zo bijna een jaar over in, toen werd er gebeld. Hij zei, met die en die. Ik zeg, ja, dat zegt me niks. Hij zei, wij zijn naar het kapellenfestijn geweest in Elshout. Ik zeg, oh ja. En dan, jij zit bij ons een vijfje komen braaien. Ik zeg, dat kan. Ik zeg, waar is het, hè? Hij zegt, een spijk. Ik zeg, een sprundel. Een spijk. Ik zeg, waar is het spijk? Hij zegt, een lichte sprundel. Aan de Belgische grens. Ik zeg, zover. Nou, maar dat heb ik toch gedaan. En toen hebben ze dus bij mij de babeltje opgehaald. En daar gezien dat ze dus zo laat de babeltje aan moesten maken. En dan waren ik om die tijd een uur naar de raam ongeveer daar. En dan bracht hij veilige warm mee, want dat ding dan verwallen. Nou, dan boven de barbecue. Maar ja, de meeste kinderen dat daar niet, hè. Liepen er met een bocht omheen en dat was zielig en dat was al geëren.
Ik zeg, lust geen kotletje? Ja, lust ik wel. Zit hier ook al. Ja, maar daar niet van, zijn ze. Want daar zijn we gezonde. Nou, het was avond. En waar zou ik verkocht? Dat stond me in zijn handel. Maar ik ga het verkocht op voorwaarden. Zoveel moest ik ervoor hebben. En dan was de rest, wat overbleef, was vroeg. En dat ruimte is er allemaal opgelost. Daar ging het niet over. Maar op dat moment, ze liep mijn bocht eromheen. En ze lust niks van het werken. Nou, daar hebben we dan een paar uur staan te braaien. En gemeen zoiets hebben. De langles kwamen de beren uit mijn helft kwamen. En toen was zo gebeurd natuurlijk. Maar die viel nou. Nou, en toen was het eind van het liedje. Hadden we nog twee hammen over. En die had ik uitgebind. Ik zeg nou, die verdeelden mij onder elkaar, onder de armen. Ik zeg, dan zijn we klaar en dan verder kan op. Wij hielpen ook wel eens in Limburg, Henke Broer. En zo hebben we een varkenotsput gehad in Sint-Joost. Voor de klokken van Sint-Joost. En we hebben ook de Maasfeesten gehad met een hele lange barbecue. En daar kwamen ook heel veel Duitsers en die lusten zwijnhaken. En ook een kop. En daar kochten ze mee een man of vier een kop die dan op de barbecue ging. En die ze mee vieren smakelijk opaten. Zo van Os, die kwam op huisbezoek, trouw bij alle mensen. En hij kwam ook wel eens in de winkel kijken naar het vlees. En dan zei hij, ik zou wel eens willen weten hoe een biefstuk smaakte. En dan zei ik, meneer Pastoor, wilde een biefstuk hebben? Nee, zit je, daar hoef ik niet. Maar zo komt hij op huisbezoek bij mijn schoonmoeder. En daar zit Piet te eten. Een broer van de slager. En die zei, ma, dat vlees die verrekte taai. Kom maar hier, zei meneer Pastoor. Die pakt zijn bord. Die snijdt het vlees klein, die eet mee smaak het stukje vlees op. En toen zegt hij, taai is het wel, maar verrekt het taai niet. Want een biefstuk van niks, dat wou hij niet. Ja, wij maakten dus, in Elzout maakte praktisch alles zelf. Maar alles kan er niet zelf maken, omdat er dan niet genoeg doorstroming in zat. Maar zo aan bij Metworst, ja, die kon ik zoveel mogelijk wijze spreken, ik wil, want daar kwamen ze vanaf Drunen, vanaf Heuzen kwamen ze Metworst halen. Ja. Bloedworst maakten wij zelf en dat was ook echt gemaakt op bloedworst, hè. Dat was niet van het fabriekspoor, dat je die bak uit Jan de Vuil blijft hangen en bij elkaar valt. Balken bij. We maakten leverkaas niet, want daar is het te klein. Maar het is nasi, zult. En bami en zult. Ik maakte heel veel zult. Ik maakte zo'n kitten van 150 liter, mag ik vol met zult, dus dat is ongeveer 150 kilo zult. En die was in de tijd van 3 weken was die helemaal op. Nou, hoog vlees, verkochten wij heel veel. Maar toen wij weggingen uit Den Elzout, toen kwamen de klanten en die hadden bij Jan de Kort gevist. En daar leverde ik dan een broodbuffet, leverde ik daar de vleeswaren aan. En die kwamen uit Nieuwkerk en die kwamen ook vlees halen. En waar ze dan nog meer konden krijgen. Ik zeg nergens, alleen bij Slager en Knippels. Ik zeg, die ga je weg. Ja, maar dat kan toch wel. Ik zeg, ja, je kan het wel een paar onsjes in de diepvries doen. Maar heel veel ook niet, want hij is dan niet lekker meer. Maar die kwamen uit Kerk en uit Vlem bij mij een vleeswaren halen. Omdat ze bij Jan de Kort ook vlees hebben en dat nooit zo lekker aangaan. Dat waren dus producten dat achter stond. Die maakte zelf. Daar wist je weg mee dint, hoe je dint en hoe je het moest doen. Onze Henk is toen bij iemand anders gaan werken in de slagerij. En die heeft de recept van meegenomen. En precies hetzelfde. Nou heeft hij zelf een eigen slagerij. Hij maakt op dezelfde manier de rookvlees. En iedereen die bij hem komt, die zegt, zulk rookvlees hebben we nog nooit geproefd. En dat is een kwestie van, eerst plaats goede spullen in, kwaliteit. En dan houden die iets over dat een ander niet heeft. Geen één supermarkt kan dat spul maken. Bij fabrieks is allemaal bewerkt, gespoten en nog wat zo. En natuurlijk roken. Sessies roken, zuiver met groentes en dat. En daar is aandacht en inzicht voor nodig. Wij hadden ook mensen en die kwamen bij ons om het vak een beetje te leren. Zo was er een jongen die voor kok leerde en die kwam mijn man helpen met het uitbenen van een koe. Om de delen te herkennen, om te zien waar ze zaten. En dan hielp je mijn man niet vacuumeren. En daar leerde hij veel van. Hij zegt, ik heb bij mijn baas ook dingen gedaan, zit je, dat ze niet wisten hoe en dat ik hier geleerd heb.
het ambacht verdwijnt. De slager gaat weg. En de mensen die het vlees verkopen weten alleen dat het in een vacuümzak zit. En die weten niet meer welk deel of waar het van afkomstig is. Ze zien alleen een stuk vlees. Maar het echte vak verdwijnt. En niet alleen bij de slager, maar in heel veel beroepen. Het is allemaal kant en klaar. En dat is heel jammer. Dat is precies hetzelfde als de jeugd tegenwoordig. Die denken dat de melk uit de pak komt, in plaats van uit de koe. Die verschrikken er ook van. Zover zijn wij gedaald in de kwaliteitbeoordeling van ons spul. Het moet mager zijn, het moet zacht zijn. En vlug klaar. En zo gauw het een randje vet in zit, wordt ze allemaal ziek. Dat is de pest op tegenwoordig. Zowel dus bij een koe loopt een pees, dus een zeen of een pees net ook genoemd, van de staart tot aan de kop. En dat draait alles op. Vooraan is hij wel 5, 6 centimeter breed en is hij wel 1,5 centimeter dik. En dan loopt hij weg, krijg je dus in de rug, dan dus in het ribstuk gedeelte, dan krijg je dus het entrecote gedeelte en daar is je wel 4 centimeter breed, maar daar is je nog maar een paar millimeter dik en die moet je dus gewoon netjes uithalen en dan is die zeen weg. In het vlees zelf zitten nooit geen zenen. Dan zit er, kan er wel bloedvaartjes in zitten, dus een bloedader doorlopen, maar een pees zit er nooit in. Maar als die geen biefstuk schijt en loopt toevallig een bloedader door, kan die niet doorgesneden. Want dat is niet gaar geworden, dus dat is een hard stukje vlees, dat is een zeen, zeggen ze dan. In een goed stuk vlees zitten geen zenen. Zenen zitten buitenop en niet binnenin. Ik had een klant en die was in Duitsland geboren op de boerderij, waar ze alles zelf maakte. En die had altijd over lekker eten, alles. En die bracht een keer een receptenboek mee, met Duitse recepten. En daar heb ik verschillende recepten van gekopieerd. En daar stond ook in hoger nood schmeckt Wurst auch ohne Brood. Als de nood hoog is, kunnen de worst ook zo eten. Dan hadden de boterham niet nodig. En dan gaan wij, omdat ik een grote schuur heb, met een grote zolder erop, staat de carnaval, staat bij ons dus in de schuur, zeg maar. Hè. Nou, toen waren we carnavals, we waren aan het afbreken, jullie, en aan het opruimen. En ik was, ik heb met was gemaakt, want daarmee nog geen winkel. En ik heb met was gemaakt ergens, met een slager en die had gerukt en die waren ik dus gehaald. En er was een houtje op mijn hand gevallen, dus er was wat met was gebot, geklapt, opengescheurd. En we kwamen terug en altijd, en allemaal meer hoor, stond mijn groot askruis en ik heb ze worst uitgereeld en ze zaten goed schaften. Ja, het ergste is dus, wij zijn noodgedwongen in zekere zin het Elsass moeten vertrekken, opdat de klanten, die zeiden, we gaan naar Drunen toe. En die gingen in Drunen winkelen, gingen ook in Drunen naar de slager. En ik kreeg dus niet meer omzet. En ik had mijn baan was kwijt, dus er moest iets gebeuren. En zodoende zijn wij uit Elsass jammer genoeg weg moeten gaan. Maar dat is een nadeel in de dorpen, want daar is niemand meer die iets uit kan leggen. Als jij om een stukje vlees komt, en je gaat in de supermarkt om een stukje vlees en je vraagt hoe lang moet dat bakken, dan zegt die chef, als je iets zegt, sta je op de verpakking, mevrouw. Maar dat is niet het euvel. Het euvel is, je moet een stukje vlees aankijken. Ja? En één stuk is niet het andere stuk. En het één stuk is 3 centimeter dik en het andere stuk is 5 centimeter dik. En daarvan moeten ze zeggen, dat moet je zo lang bakken of zo lang bakken. Maar niet op een briefje schrijven, 5 minuten bruin en het is klaar, want zo werkt dat niet. Ja, het eerste pond is langer, want dan moet het op temperatuur komen, als het tweede pond. En meestal wordt het vlees veel te lang gebraden en dat gaat ten koste van de smaak. En zo is het ook met de groenten. De groenten worden ook te lang gekookt. En vroeger werd het gekookt en achterop de kachel geschoven en dan bleef het warm. Maar het moet op tijd gekookt worden en op tijd het gas uit. En als het dan in een goede pan op het gas staat,
dan gaart het nog een heel stuk door. En dan zijn veel mensen die dat vergeten. Ze kopen een goede pan, een dure pan, een duur stuk vlees. En dan zeggen ze, het moet goed zijn, want het vlees was duur. Ik heb altijd tegen mijn klanten gezegd, het duurste stukje vlees heeft de meeste zorg nodig. Ik maakte nasi en bami voor de winkel. En daar heb ik deels geleerd van mevrouw Valkenburg. Die dan vertelde aan dit, aan de. En zodoende hadden wij vrijdags nasi en bami in de winkel. En ook Jules kwam halen. Als moeder niet kon koken, dan zei ze, onze Jules komt de nasi en bami halen. En de eerste cursus van de rode pannen, de traiteur in Tilburg, heb ik geleerd. En er was ook Anneke Vroesel, mijn kok. Maar die cursus die was eigenlijk niet, want hebben ze naar de rand, niet je van het, hebben ze naar de rand ook gezegd. Het was onze eerste cursus en wij wisten niet goed wat we mee doen moesten. Met de Slagervakschool in Utrecht? De Slagervakschool in Utrecht heb ik heel veel geleerd, heel veel plezier van gehad. En ook heel veel geld mee, ja, goed mee verdiend. Wel hard gewerkt, maar ook. Ook iets aan overgenomen. Ja. Sluis.